En ik dacht, ik ga eerst informeren en een aantal vragen stellen. Ja, dat leek mij handig. Dat heb ik al gehoord. Dat was officieel. Eerst vragen. Jarenlang lid van de Provinciale Staten geweest en daar ja, in gekozen en daar Almelo in vertegenwoordigd. Nu gaat je dochter dat doen. Hoe vind je dat? Ik vind het hartstikke leuk dat ze dat gaat doen. Ook al omdat ik vind, en dat is in algemene zin, dat er veel meer verjonging moet komen in de Staten. Dat het geen college van oude mensen begint te worden. En ik vind het daarom ook goed omdat er een vertegenwoordiger uit Almelo in gaat zitten. En ik heb gemerkt in de Staten dat het heel belangrijk is om ook in een gemeente herkend te worden en ook erkend te worden als statenlid. Want dan kun je ook heel wat doen voor de gemeenschap in Almelo. Ja, en wat denk je dat het zoal kan zijn? Oh, er zijn zoveel voorbeelden. Ik kijk nu toevallig het raam uit en dan ziet u dus dat water hier komen. En dat gaat nog veel verder door. Als de provincie er niet was geweest, was dit water er ook niet geweest. Verderop staat een gerechtsgebouw. Als de provincie er niet was geweest, want we hebben ooit nog eens een motie aangenomen dat we de rechtbank Almelo wilden behouden. Ook de Kabelskamp, maar ook de rechtbank. Daar is er nu nog steeds een rechtbank in Almelo en een huis van bewaring, de Kabelskamp. Ik heb heel erg lang nagedacht daarover waarom ik de provincie in zou willen. Maar ik vind dat ik inmiddels een stabiele werksituatie heb. En ik wil me heel graag inzetten als gekozen volksvertegenwoordiger. En heb jij enkele speerpunten waar jij echt voor staat en voor gaat? Ja, ik denk allereerst wil ik heel graag het Almeloze geluid en die van de andere Twentse steden in de provincie laten horen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Maar daarnaast heb ik wel drie echt hele belangrijke speerpunten. Dat zijn allereerst de bereikbaarheid van en naar Twente, in de breedste zin van het woord. Daarnaast vind ik het heel erg belangrijk dat wij voldoende arbeidsplekken hebben nadat mensen een gedegen opleiding hebben genoten. En ik vind het heel erg belangrijk dat er betaalbare woningen komen voor iedereen. Hoe denk jij daar een invulling aan te geven? Nou, allereerst, ik heb natuurlijk een heel belangrijk speerpunt. En dat is, ik zoek heel erg graag de grenzen op. En die is tweeledig. Allereerst, ik wil net een stapje verder zetten. Maar ook om de samenwerking te zoeken, dan wel met gemeenten. Vanwege de speerpunten, maar ook gewoon van bereikbaarheid. Bijvoorbeeld heb ik dus de samenwerking gezocht met Drenthe en Groningen. Voor een bereikbaarheid van Twente door Drenthe naar Groningen. Amsterdam, langs Twente naar Berlijn is natuurlijk een vrij logische route ook. En wij als CDA gaan daar ook zeker ons hart voor maken dat die verbinding zeker blijft door Overijssel.